Laurier. Com'è musicale? Nee, ga ik faaien? Je gaat faaien. Welkom bij Shay Muchas. We gaan weer koken en vandaag doen we dat met een superster in mijn ogen. Hij was de eerste zwarte man die ik zag op tv met de eigen live show. Bij voetbal. Die man wist altijd alles en bleef altijd kalm. Hij is een ultieme gentleman. Mag ik een daverend applaus voor de enige echte Humberto Tan? Hey. Je hebt je complimentjes meegenomen vandaag. Ja, we pakken ze altijd mee, toch? Pakken ze in. Welkom, welkom. Ik voel me vereerd om met iemand als jou in mijn keuken te staan. Ik ben benieuwd wat je gaat koken. Wat ik ga koken? Je bent benieuwd? Ja. Oké. Maar zeg ik niet verkeerd? Moet ik niet daar zijn? Want ik kan niet koken. Jij gaat koken. Nee, jij gaat koken. Oh, ga ik gaan koken? Jij hebt gezegd dat je kan koken, toch? Oké. Ik kan koken, toch? Mm-hmm. Wat is je favoriete gerecht om te maken? Om te maken, echt simpel. Egg fried rice. Egg fried rice. Spaghetti carbonara met guanciale. Met wat? Guanciale. Wat is guanciale? Boris, no? Boris. Guanciale, what? Guanciale. Guanciale. Dus niet met gewoon spek, maar pancetta kan ook, maar guanciale. Dus wang, vet van het varken. Dus dat is spek echt van een speciale plek van het varken. Met echt goede smaak. Ja, hey, goede spullen. Guanciale. We gaan het anders maken. Is een soort zoutvlees, maar dan anders. Oké. I got you. We gaan het anders maken. Oké. Okay. Wij gaan vandaag maken anitribering. Wij gaan het bos in. Wij gaan diep in de cultuur van onze kinderen. Want u bent Surinaams, toch? Je mag je zeggen. Oh ja, oké, ik ben Surinaams, toch? Jazeker. Oké, maar dan, weet je wat? Ik zie je bent groen gekleed. Welke kleur ben jij? Geel. Vandaag ben ik geel. Geel? Ja. Oké. Wacht. Dan ga ik meedoen. Wat zijn we geel? Basman, back up, nachter. Ja, mooi gezicht. Ai, geel. En ik pak rood. Hey, deze nieuwe bas is broeier, hè? Zeg jullie alvast. Alsjeblieft. Ik heb ook een schort voor je erbij. Oh. Ja. Je bent snel met je blikje, maar je gaat drinken alleen. Nee, ik ga toch niet het blikje nemen om naar te kijken? Nee, maar wacht, wij gaan drinken toch? Ja. We gaan hem chakauwen. Als je een blikje krijgt, dan ga je hem openmaken. Ja, dat sowieso. Nou, ik doe hem even met je mee. Cheers. Chakauw. Kijk hier. Dankjewel. Nou, we gaan maken anitribering. Mm-hmm. Kent u het gerecht? Ik ken het gerecht, ja. Wel eens gegeten? Ik heb het één keer gegeten, maar ik heb niet vaak gegeten. Ja. Het is echt wel een binnenlandgerecht. Het is echt een binnenlandgerecht. Ja. Het gaat diep, het gaat ver. We gaan het erover hebben. Bas. Is Bassie. No! Adriaan, kom. Check. Vandaag ben je Adriaan. Wat we gaan doen, we hebben de basis, Surinaamse basis. Dat is altijd tomaat en knoflook. Dat is eigenlijk bijna elk gerecht van ons. Behalve in roti, want daar doe je geen tomaten bij. We hebben erbij. Bachao, en dit is die echte bachao. Je weet toch, wanneer we onze handen niet insmeren, ziet het er een beetje, lijkt het hierop. Ja. We hebben de bakbanaan, of plantain, maar wij noemen het bakbanaan, gele bakbanaan. We hebben de antrua voor garnering, die gaan we op zuur maken. Een beetje stof eten. En we eten vandaag niet uit een bord, omdat we het binnenland ingaan. Bananenblad. Eten op. Bananenblad. Je kan met de mes overweg? Zeker. Ah, u mag een mes uitkiezen. Deze. Dan ga ik voor deze. Ik laat die uit voor jou. Stop. Wat? Is het gewassen? Ik neem aan van wel. Je hebt je mes, niet je groente, maar je groente. Ai, denkatoren. Luister. Was je groente? Ik neem het zomaar aan dat jij al alles hebt voorbereid. Ik heb het voorbereid, ja. Maar het moet alsnog gewassen worden, ik altijd. Ik heb zelfs mijn hand gewassen. Oké, dan gaan we hem wassen. Nee, maar het is gewassen. Pressure. Zie je? Het is gewassen. Kijk hoe die man snijdt. Zie je dat? Ik word er stil van.
Hoezo? Ik heb iemand die ook kan snijden. Ik kan niet snijden. Jawel, je kan snijden. Ik kan goed nadoen alsof ik snij. Zie je? Het ziet er in ieder geval goed uit, maar Milo, zo. Vertel me eens. Je hebt het gegeten. Was je in het binnenland toen je het had? Nou, ik ben veel in het binnenland geweest. Ik heb een documentaire gemaakt over een zoektocht naar een jaguar in Suriname. Heb je het gevonden? Daar gaat het documentaire over, dus dat moet je eens kijken. Ik ga niet spoilen. Nee, maar als je zegt dat je hebt gevonden, ga je kijken toch? Want anders is gewoon een blakke man in de jungle. Ja, je weet het niet. Ik heb nog niet gekeken, dus je moet eerst kijken. Oké. En toen ben ik wel een paar keer ook in het binnenland geweest. Zo heb ik het een keertje gegeten. Ja? Veel verschillende dorpen. Indi-dorpen, Maron-dorpen. Wat ben je eigenlijk voor mix? Chinees. Chinees? Oh, vandaar de fried rice. Ik ben Chinees. Chinese achtergrond. Ja? Ja. Ik had niet gedacht achter jou eigenlijk. Dat is meer een Javaan of zo. Nee, echt puur. Ingi misschien. Sneesi. Ja? Ja hoor. Ik ben echt. Omu gewoon. Ik ben ja. Je weet vooral in de winter ben ik geel. Dan ben ik geel van Andes. Ik word echt lichtbruin. Echt je houdt, licht. Je houdt het echt. En in de zomer word ik rood. Ja? Of in de, ja, word ik een rood donkerbruin. Niet achter je gezocht. En in de winter word ik geel lichtbruin. We hebben de tomaten gesneden. Ja. Ui gesneden, knoflook gesneden. Wat we nu gaan doen. Mooi. Mooi gesneden, wel klein gesneden. Ja, toch? Ja. Beetje TV magic. Jullie hebben het niet gezien, maar het was echt mooi toen het gebeurde. Ja, prachtig. Echt, hij deed het. Ik deed mijn best. Ja, hij deed het echt zo super snel. Was gewoon. Maar goed. Ik ben niet ontevreden. Ja, ik ben best in. Ik ben meer dan tevreden zelfs. We gaan bachao op vuur zetten. Als jij even een pan wil pakken daar beneden. Als jij de bachao hierin wil doen. Dan moeten we met schillen. Ga je met schil koken? Ja, toch? Kook jij een bakbanaan? Ik maak nog nooit bakbanaan, dus zomaar. Ik eet alleen Hereri, maar ik maak het niet. Oké, dan ga ik je leren. You go learn today. Oké. Okay. Deze gaat hier. Ja. Die zetten we hier. Als jij deze erin wil doen en hem daar aandoet. Bakbanaan. De plantains. Koken we met de schil. Want als je hem zonder schil doet, wordt hij zeg maar. Wordt hij zacht, wordt hij papa. Juist. Even kijken, welke is het? Deze. Nee, waar die stip is. Oh, allebei hebben een stip. Ja, dat bedoel ik. Oké, wacht. Nee, deze. Je wil mijn keuken komen bepalen. Kijk, je weet het toch? We mogen de banaan gaan we snijden. Gewoon door midden? Ja, één keer door midden gewoon. Pannetje met water. Even spoelen en vullen. Mag ik daar het deksel op? Gaat sneller, hè? Ja, we moeten uitkijken dat hij niet over gaat lopen zo. Het scheelt de helft volgens mij. Ja. Toch? Ja. Twee keer zo snel. Klopt, hitte gaat nergens heen. En die mag eronder. Of zet maar op die andere. Oké, welke gaat die dan? Zo. Wat gaat die wel aan? Wacht hier, hè. Wacht. Dat zijn dat tongen, wacht even. Maar heb je show toch? Je deed voetbal. Ik deed deze. Ik doe het nog steeds. Ja, nu minder omdat ik de talkshow doe, maar ik doe Champions League, ja. Heb je nooit zin om gewoon Surinaams te schelden als je in beeld bent? Maar look qua. Nee, maar Roermond en Leeuwarden moeten het ook begrijpen. Wat een titel. Hey, ze praten Surinaams in Roermond nu, hè? Ja. Ja. En in Middelburg. Iedereen moet dat kunnen begrijpen, toch? Ja, oké, ondertiteling toch. Ja. Maar wat vind je van... Kijk, je bent tv-presentator, je hebt voetbal gepresenteerd. Wie was het hardst waarmee je hebt gezeten? Wie vond je van, ai, jij bent echt tof? Was niet de presentator, maar een analist. Johan Cruijff. Oké. Maar dan heb je het ook over een goat. Ja, nee, Johan was echt legend. En wat was... Echt legend. Hij heeft altijd de anekdote, toch? Elke keer als hij iets... Als je met hem... Als hij interviewt, had hij altijd een zin. Een hele simpele zin, maar iets van... Ja, nee. Ja, weet je gaat het pas als je door hebt. Of ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, je hebt 150.000. Maar ik vond het wel mooi dat hij... de derde Champions League en Jack van Gelder presenteerde. Ik weet niet eens meer welke wedstrijd het was. Toen zei hij tegen me bij het eten, zei hij van... Denk jij dat Jack weet of die nummer 10 links of rechtsbenig is? Van Olympique Marseille. En ik zei, ik denk het niet. Toen zei hij, let maar op. Ik zeg straks, ik ga het vragen aan Jack.
Als hij zegt links, zeg ik nee, rechts. En omgekeerd. Dus ze gaan zitten, ze praten over die wedstrijd. Hij zegt, die nummer 10, is die links of rechts spelen? Dus Jack zegt, rechts. Nee, links. Maar, dus, weet je, hij was grappig. Hij zag het echt goed. Hij was vriendelijk. Hij was echt legend. Zeg maar, als ik hem op tv zag, dacht ik altijd van deze man bokt iedereen de hele dag. Nee, helemaal niet. Integendeel zelfs. Ja, ja? Nee. Ik stond een keer met hem in de beurs van Berlage met een zaal met iets van 500 Duitsers. En dan hadden ze van tevoren gevraagd of hij alle... Ze hadden allemaal ballen hadden ze gekocht, die Duitsers. En dan hadden ze gevraagd of hij die ballen wilde ondertekenen. 500 ballen? 500 ballen. Dus zijn management had gezegd, nee, dat gaat hij echt niet doen. Dat gaan we echt niet doen. En na afloop, toen kwam er een man naar hem toe met een bal. Wil je tekenen? Dus ik zeg hem tegen hem van, luister, er zijn nog 499 ballen als je dit doet. Als je begint, hij zei, ah, prima. Hij heeft alle 500 ballen getekend. Ja? Ja. Oh, shout-out naar hem, man. Ja. Sowieso, Johan, je weet zelf. Ja. Hij zit daar, hè, nu tegenwoordig. Hij is, hij is daar. Hé, Amanok Bar. Is die banaan al nog niet klaar? Nou, we hebben een vork om te kijken of de banaan klaar is. Prik in hem. Als hij de val. Wow! Ja, dan. Iets te hoog, maar het werkt, ja? Kom door jou, hè, Bar. Bas. Weet je wat? Ik ga je Boris noemen. Boris zit in mijn hoofd. Wat een goede test is dat. Ja. Dan weet je dat hij klaar is en dan kan je hem eruit halen. Maar hij valt niet wanneer hij nog niet klaar is. Want dat is... Nee, dan blijft hij erin haken. Zeg maar, dan is die banaan van binnen nog hard. En als hij hard is, is hij net een aardappel. Aardappel heeft dezelfde test. Heeft de aardappel dezelfde test? Voor mij wel. Als ik aardappel kook en ik weet of hij gaar is. Prik ik mijn vork er als hij eraf valt, is hij raar. Als hij nog hard is, als hij erin blijft, blijf je vork erin prikken en dan blijft hij hangen. Oké, we hebben de banaan gekookt. Ja. Basis is gesneden. Ja. Bacau is geplukt en gekookt. Nou, ik heb dat stukje even eruit gehaald, want het is een ellendige werk. Dus, nee. Om het te plukken. Ja, maar TV Magic. Hai. We gaan nu, gaan we aan Troa. Dit is een Surinaamse groente. Ik noem het wel eens de groene tomaatje voor de witte mensen. Hollanders, groene bittere tomaat. De Antroa. Wij gaan hem op zuur maken. Koken met een beetje azijn, suiker, kruidnagel, loontai en een laurierblaadje. En dan laten we hem even koken en dan gaan we hem daarna bij het eten ernaast zetten. Oh, dat is garnering. Juist. Antroa garnering. Ja, we gaan hem eventjes... Wil je hem met, laat of zonder blad koken? Ik weet niet wat beter is. Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Kijk, mijn tantes en zo, die koken hem wel eens met blad. Ja, maar hoe kook jij hem? Ja, ik vind, zullen we om en om doen? Twee met blad, twee zonder? Dat je twee met en twee zonder doet? Ja, Gewoon om te kijken hoe het eruit ziet. Ja, toch. Experiment. Zie. Kijk, dan zie je gewoon hoe die antroa eruit ziet. Hier heeft hij zijn pruik nog op. Oké, we gaan hem even aanzetten. Dan gaan we azijn erbij pakken. Ik ben benieuwd naar dus azijn. Zie. Pakken azijn. Ja. Kruidnagel. Oké. Loontai. Laurier. Ja, muzikaal, hè? Nee, ga ik paaien? Je gaat paaien. ik vond mijn ding hoor. Ja, maar jij gaat... Wacht. Ik ben goed in beats, Lawa. En als ik val, dan ben ik mijn man, dan ga ik direct naar het hospitaal. Humberto. Laurierblad. Humberto, want je hebt me net in een sani gezet hier, man. Kijk. Je had altijd de schijn dat je een beetje wit was, toch? Ja. Maar dan vallen kan dat je ik heb weet. Te maken, wat mensen denken. Nu ben je weer blakka geworden, je hebt te maken. Ik heb het nog nooit gezien als het niet gekookt was. En ik haal het altijd uit mijn eten. Ja, je moet er niet op kouwen. Hoe moet erin? Gewoon gevoel. Gevoel? Nee, wacht met je handen, man. Jij zegt gevoel. Je bent genereus vandaag, kook weer. Is het goed, dit? Ja, is goed. Okay. Papie, man. Hij is al aan. Wat nog meer? Azijn. Azijn. Ja, een beetje azijn.
Is ook op gevoel. Ja, ik doe alles op gevoel. Ik doe niet aan maten en nee, zo. Nee, daarom. Gevoel, ja. Ja, okay. Een beetje. Ja, ja. Oké. Okay. Is ik alweer naar beneden, sorry. Use feeling. En dan hebben wij nodig... Asugar. Dit is Chinese suiker. Oh. Dit moet je kennen. Je bent Chinees. Ja, maar ik ken hem niet. Oké. Okay. Wat is Chinese suiker? Het is bro, wacht, ik ga een mespuntje pakken. Nee, vind je niet, maar ik ga een mespuntje pakken voor je. Heel klein beetje. Niet te veel, is te veel, man. Wow! Ja. Kijk, mespuntje gaat erin. Holy shit! Dat was één korrel! Ja! Die ik een mespuntje heb gezet. Dat ding is heftig. Geen jokes wat met is deze. Dat? Chinese suiker. Kijk, dan moet zo'n mond spoelen, alles. Lookie. Ik heb nog nooit een ding geproefd met één korrel. Dat zo heftig met is, hè? Met zoveel... Holy cows. Woe. Ik ken dat niet, Chinese suiker. Oh, grappig. Ik kom helemaal... Mijn hele mond smaakt naar de... Ja, is fire, hè? Poribou Biggie Futu. Snap je? De antroba kan erin. Oh, de antroba kan erin. Oh, met het ding naar beneden. Ja. Maakt niet uit. Ah, maakt niet uit, joh. Ik kan er even in. Wacht, okay, ik was even zit weg. Erin. Kijk, wat ik net heb gedaan. Ik heb hier kokosolie. Echte kokosolie. Mm-hmm. Ik heb net warm water erop gezet, want echte kokosolie smelt namelijk. Als het, snel, ja, als hij afgekoeld is, stolt hij. Ja. En als hij warm wordt, smelt hij direct. En dan is het beter koken als hij warm is. Ja, dan is hij vloeibaar. Dan kan je hem in ieder geval schenken in die pan. Ja. Anders moet je hem echt gaan... Moet je hem gaan schrapen. Juist. Ja. Snap je? Maar echte kokosolie is een must. Geloof me. Helemaal bij dit gerecht. Wat we gaan doen is in de pan kokosolie gieten. Nee. We zijn nooit zuinig. Lekker veel. Is gezonde olie. Dat ken je gewoon. Wat we erbij gaan doen... Maar het kan ook met andere olie. Nee, aan met... Nitribering maak je alleen met kokosolie. Oh, oké. Okay. Alleen met kokosolie. In het binnenland koken ze ook echt alleen met kokosolie. Ja, weinig andere dingen. Ik weet niet wat ze daar nog meer zouden kunnen gebruiken. Wat wij erin gaan gooien eigenlijk. Ik zou wat extra's doen, maar we skippen dit alles. We gaan gewoon echt alleen de knoflook erin gooien. Een pepertje erin gooien. Uien en tomaat. En dat even aanfruiten. Ja. En dan gooien we de bachao erbij. Draaien we die. Oké. Okay. Kook je ook voor je dates? Of kook je, weet je dat ding wat je kookt? Wat voor dates? Kook je voor vrouwen? Wel eens een dame, ooit, eens, een, voor, ergens. Ik kook voor mijn kinderen. Jee, wat, dat is een gangster antwoord, man. Ja. Vrouwen, kook voor mijn kinderen. Ja. Nooit voor een... Is ook echt zo. Ja, is, nooit? Ja, ja. Dan ga je alleen uit eten gewoon. Nee, dan ga ik niet koken als dat al gebeurt. Maar je bent geen liefhebber dan toch? Hm? Je bent liefhebber van koken. Ik denk, je gaat je borri gooien toch? Zat je gaan zitten aan mijn borri. Huh? Toen ik 16 was, deed ik dat. Met een verbrand ei. Kun je rijst ei maken? Ja. Verbrand ei, dat deed ik toen. Nu echt niet meer. We gooien de knoflook nu erin. Ik heb altijd een vaste routine wat dat betreft, hè. Ik vind dit een van de mooiste geluiden ter wereld. Ik vind dit een van de lekkerste geuren. Ik vind dit zo lekker. Normaal. Ik doe even gierig, hè, Bart. Maar jij doet altijd... Okay. Maar nee, je heet Bas, hè. De knoflook, dan de uien neemt, denk ik, of niet? Juist. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet wel waarom. Waarom? Omdat dat de meeste smaak vrijkomt. Die volgorde? En als die tomaat als eerste erin gaat, dan heb je helemaal geen tomaat meer over. Ik weet dat ik daar nooit bij stil heb gestaan. Nee, eerlijk zeggen. Ik doe altijd gewoon, het is een vaste ding gewoon, ik deed onbewust. Ik heb gezien dat jij een boek hebt geschreven trouwens. Of, ik heb meer boeken geschreven. Ja? Welke ben je het meest trots op? Mijn laatste altijd. Dus dat betekent... vorig jaar in november heb ik een boek gemaakt met 100 foto's van... met 100 mensen van 100 jaar en ouder. Oké. Okay. Morgen gaat het beter heet dat. Het is ook een fototentoonstelling in Maastricht, een fotomuseum. Oké, nice. In september, eind van de maand. Waarom dat heet Morgen gaat het beter. Omdat dat fotomuseum wilde het hebben. Oké. Okay. En dan staat het bijna 6 maanden staat het in het museum, die foto's. En
deze zomer heb ik een magazine gemaakt dat heet Mijn Suriname. Met 93 foto's uit Suriname. Ja, jij weet waarom 93. 93% bos. Ja, kijk. En daar heb je de kaka voor. Nee, wacht. De Cock of the Rock. Cock of the Rock foto heb je gemaakt. Ja, maar Cock of the Rock, suikerdiefje. Is ook een volger uit Suriname. Ja? Zeker. Ik ken niks, man. Ik ben echt erg. Maar snap je? Er zijn zoveel... Ja, je kent één foto, één vogel ken je zeker. De grote kiskadi. De grote kiskadi. Het klinkt als de grote kiskissie. Nee, jij kent de grote kiskadi. Ken ik die? Grietje Bie. Ken ik niet. Hoe ken je Grietje Bie niet? Ik ken Grietje Bie niet. Die vogel. Grietje Bie. Is dat de echte vogel? Is dat de echte vogel? Dus hoe vaak kom jij in Suriname? Best wel vaak, maar ik ben niet... Hoe ben vaak niet... ben je in de stad geweest? Te vaak. Hoe vaak ken je een mus? Een mus, ja. Oké. Okay. De Grietje Bie is de mus van Suriname. Die met die gekleurde chest altijd. Die gele. Is die helemaal geel? Ja. Een klein beetje grijs. Ik ken hem niet. Hey, googelen jullie even Grietje Bie voor deze man. Natuurlijk ken je hem wel. Ik ken hem niet. 100% dat je hem kent. 100%. Hij is uitgegaan, wacht. Dit mag erbij. Dan ga ik even... 100%. We gaan de reis... Ik ga kijken. Milo Sabin, echt niet. Rijst is gekookt. Ai, alles Bori. Oh, ik ga dat sabba. Weet je, ik vind het wel jammer. Je hebt altijd TV Magic, maar hier moeten we zo lang op wachten. Maar TV Magic is als je er niet bij bent, hè? Oh ja. Wacht, draai je om, dat is maar. Nee. Maar wanneer gaan we het eten nu? Ja, we gaan het nu eten, man. Mm. Heb je hier een close-up aan? Het is een soort moxalesi eigenlijk. Het is een moxalesi. Weet je waar kijk, waar zijn Suriname echt een hekel hebben als je gaat ruiken? Nou, niet met je nosso gaan. Iemand deed dat aan Frasi. Okay. Ga niet met je nosso, kill. Pak hem met jou, bro. Kill. Ik wil het horen. Don't do it. Dit is een traditioneel gerecht, toch? Maar wanneer mag ik proeven? We gaan nu proeven. We gaan eerst uitleggen wat het is. Ja, kom. Pak. Ik ben naar mijn benen. Ja, oké. We gaan het kort houden nu. Okay. Het is een traditioneel gerecht. Ja. We eten uit bananenblad. Mm-hmm. In plaats van een bord. Ja. En ja. We eten met onze handen. Oh. In plaats van met bestek. Mm. Eet smakelijk. Ik mag nu proeven? Je mag nu proeven. Oh ja, je proeft die kokos. Goed. Die antroba is ook lekker. Ja toch? Ja. Ik heb... Ik zal dat blaadje zo leggen. Van die antroba? Mm-hmm. Je eet dat blaadje van die antroba, eet je ook? Eet alles. Maar waarom eet je alles, Boris. Als ik het moet beoordelen. Mm-hmm. Oh, je gaat jezelf beoordelen, oké. Okay. Ja, jouw werk ook mee, toch? Je hebt meegewerkt, toch? je hebt een uitdrukking, hè? De slager keurt zijn eigen vlees. Maar ga je gang, wat zeg je? Oké, slager, keur jij het vlees? Mm-hmm. Ik ben nu nieuwsgierig. Je praat met de volle mond, alles. Mm-hmm. Daar ik ben nu nieuwsgierig. Als ik kijk naar presentatie, ja. Zou ik zeggen, yes. Als ik kijk naar de smaak. Dat was het, yes. Yes. Als ik kijk naar de smaak, okay. Zou ik ook zeggen yes. Yes. Okay. Oh, je gaat voor het aantal yeses. Ja, toch? Okay, aantal okay, blikjes. Okay. Oh, ja. Ja, kijk, ik geef altijd blikjes. Snap je? Ik heb een x-aantal blikjes dat je kan krijgen. Ik snap hem. Tussen 1 en 5. Oh, tussen 1 en 5 blikjes. Ja. Dus je hebt nu al 2 blikjes. Nee, weet je wat? Hoeveel blikjes zou jij geven? Van 5? Neem mee dat je nu echt op traditionele manier eet. Ik zou je 4 blikjes geven. En wanneer er nog een klein beetje peper bij komt, 5. Wil peper? Mm-hmm. Klein beetje. Wacht, kom.
Dus je wil me dat stuk geven, zo groot. Ik ga het voor je chappen, stukjes toch? Kijk hier. En dan nu wat je doet, toch? Het is gewoon open, toch? En dan dep je net een beetje erop, dat eet je. Oh, dep het. Dep het toch, dep het wat iets of zo. Dit is niet deppen, dit is onder. Dit is. You. Ja, peper, eet nog. Laat me kijken. Ik denk dat het niet. Hij gaat niet echt peper zijn. Kapsa, kapsa. Nee. Nee, toch? Hij is niet echt peper, ja, toch? Ik heb nog nooit zo gedaan zoals wat jij net deed, dat deppen. Maar het is wel peper, man. Je eet peper, jij, hè? Ik eet peper, ja. Wie een kuil vraagt voor een ander, valt er zelf in. Auw. Dank dat je bent gekomen. Heel graag gedaan. Vond het fijn. Het was echt een mooi gesprek. Mooi gerecht in ieder geval. Prachtig. Lekker het bos weer gegaan. 5 blikjes. Ja, 5 blikjes. Let go. Volg ons op de socials. ComplexNL. Fernandes Soft Drinks. En Shea Muchas. En at Roberto Tan. Dat dus, Emi. Later. Dank jullie wel. Sowieso bedankt, man. Wacht. Echt dood dat jullie wel. Ik ga nog niet.